Jan Kaffa, The Barber Strikes Again. Ja. Het is weer zover, winst. Ja. Echt een mooie pot neergezet. Jullie twee gingen gewoon echt erop af. 3 rondes, echt geknald, competitief. Hoe vond je het gevecht gaan? Ik vond het een andere wedstrijd dan mijn vorige wedstrijd natuurlijk. Sowieso is logisch. Het was een hele andere tegenstander, dat bedoel ik eigenlijk. Ik wist dat het meer technischer was. Dus ik moest me aanpassen op bepaalde dingen. Ik ken niet met hem straatvechten, want hij is best snel. Hij ontwijkt goed, hij kijkt goed. Dus het was het aanpassen, maar ik denk dat het een mooie partij was voor de fans. Een hele andere matchup inderdaad. Juist. De Poshi die ging gewoon helemaal naar voren. Precies. Maar El Hamouti was meer die iemand kijkt die kijkt. Meer, ja. Juist, precies. Gewoon die Engels ook, maar, dat was wel lastig toch? Het was wel anders dan normaal. Ik hou ervan om lekker te vechten, weet je. Dat iemand naar me toe komt, ook om te knokken. Nu moet ik het spel maken, ik moet druk zetten. Dus dat was even wennen voor mij. Maar ja, we hebben wel wat van geleerd. We worden steeds beter. Ja. En dat was dus de gameplan om echt naar voren te gaan, om te gaan boksen met hem? Of? Juist. Dat was de gameplan ook. Eigenlijk ben ik ook nog de benen erbij. Dat kwam niet helemaal lekker uit in mijn spel. Dan moet ik weer meer trainen natuurlijk. Maar dat zien we de volgende partij weer terug. Ja, El Hamouti in het begin gooit een paar, volgens mij waren het linker high kicks, echt aan je achterhand. Ja. Ik denk dat was om, zeg maar, om die wat te blesseren, zodat je die wat minder vaak kan gebruiken. En dat je denkt van, hey, ik moet hem bijhouden. Ja. Nou, die trap deed me echt niks. Het waren goed. Ik wist dat hij ging trappen. Hij is snel met zijn benen. Dus ik handen waren goed hoog. Blokken was goed. Dus eigenlijk geen schade. Ja. Ik keek even naar het scherm toen de decision werd gezegd. En ik zag de eerste ronde bijna 30 significant strikes per minuut. Ja. Dus, en bij die andere ook weer en weer. En het bleef maar komen bij jou. Wat is het geheim achter jouw pace? Je ziet het wel een beetje als je naar mijn partij kijkt. Naar ronde 1, naar ronde 2 en ronde 3. Je ziet me steeds meer opbouwen. Ik weet van mezelf. Je moet het zo zien als een diesel. Ik ga steeds meer gassen. Ik krijg ook wat horen in mijn hoek van je moet meer gassen. En ik weet op een gegeven moment als ik zie dat mijn tegenstander moe wordt, dan geef ik meer kracht, dan ga ik nog eroverheen. Ja. Je tegenstander ook, hij probeerde wat van jouw trucjes te gebruiken, hè? De spinning backfist. Ja. Ik kwam een paar keer close, maar... Ik zag het aankomen. Hij probeerde het goed, dat wel. En waarom zag je dat aankomen? Goed kijken. Ik zag dat hij ging draaien. Ja. En voor mij stapte ik achteruit of één keer onderdoor, één van die twee. Dus ik zag het aankomen in ieder geval. Ik dacht dat je bedoelde aankomen van... Hey, oh, hij ging het doen. Nee. Ik zag het in de partij aankomen. Ah, okay. Ja, en trouwens, toen je uitliep, heel veel boos en voor hem was heel veel gejuich. Hou je daar kracht uit of ben je daarvan een beetje... Toen ik opkwam bedoel je? Ja. Ja, toen kwam heel veel boos. We hadden vorige keer ook even een poosje met de Albaniërs. Het is alleen maar leuk, toch? Dus zijn fans tegen mijn fans, Marokko tegen Nederland. Het is leuk. Het maakt alleen maar leuker, toch? En mij geeft alleen maar meer kracht, eigenlijk. Ik hoor dat we de interview af moeten sluiten. Ik wil je graag bedanken en feliciteren. Oh, nog één laatste vraag. Ja. Wat is jouw volgende partij? We gaan het zien, man. Ik hoop november, december. Maar tegenstander ben ik nog niet. Duidelijk, dankjewel, yes. Man. Yes. Goed.